De problemen binnen de zorgsector in Suriname zullen pas worden opgelost indien de regering de wijze van financiering aanpast. Dat zegt VHP-parlementariër Deo Sharman. Volgens Sharman worden middelen niet op de juiste manier besteed, waardoor ziekenhuizen niet op tijd hun verplichtingen kunnen nakomen. Daarnaast wordt er weinig gecommuniceerd met de actoren in de zorgsector. De parlementariër zegt dat er zelf met minder geld gewerkt kan worden, mits de uitbesteding beter wordt gepland. Neem bijvoorbeeld de artsen of de apothekers die voor hun, de wijze waarop ze betaald worden, dat het allemaal niet ten goede komt aan die grote zorg. En in ieder geval aan de doorsneeburger, die heeft daar niet veel baat bij, omdat zoals ik het ook heb gemerkt bij de exposé van de zorgraad, dat enorm veel geld gaat naar dienstverleners en voor investment in de kwaliteit van de zorg er weinig overblijft. En dat is niet goed. Ik denk dat een keer daar wat verandering in gebracht moet worden. We hebben bijvoorbeeld daarnet ook een presentatie gehad van het staatsziekenfonds. Althans, ze zijn nog steeds mee bezig. En die hebben ook een bepaald exposé gegeven hoe de koek eigenlijk verdeeld wordt wat de financiële middelen betreft. En daar lijkt het mij in de eerste instantie ook nog redelijk krom en scheef te liggen. Dus het is zaak dat wij in de zorgsector met elkaar gaan praten, met alle stakeholders gaan praten om te kijken van hoe dat allemaal precies moet. In een DNA-vergadering heeft minister Antoine Elias van Volksgezondheid gezegd dat het staatsziekenfonds vaker te laat middelen vrijmaakt voor de ziekenhuizen. Sharman onderstreept dit. Hij benadrukt echter dat ook het SZF niet op tijd over haar middelen beschikt. Kijk, SZF blijkt inderdaad haar verplichtingen, haar financiële verplichtingen niet op tijd te kunnen voldoen. Maar ik denk dat ook te maken heeft met de middelen die beschikbaar zijn voor het SZF. En we weten dat SZF haar middelen krijgt vanuit de premie-inning. En dat is waarschijnlijk niet voldoende om alle dienstverleners op tijd te kunnen betalen. Dat is een gegeven. En daarom zie je dat bijvoorbeeld specialisten en artsen altijd klagen dat ze niet op tijd betaald worden, et cetera, of dat de tarieven niet toereikend zijn. Dat is een andere discussie, maar we moeten ook rekening houden dat SZF de grootste zorgverzekeraar is, dat de meeste instellingen, de meeste particulier gevestigde artsen en andere instellingen voor hun bedrijfsvoering in grote mate dus afhankelijk zijn van de inkomsten van het staatsziekenfonds. En daarom dat het belangrijk is dat het staatsziekenfonds dus bereid en in staat moet zijn om op tijd te kunnen betalen. Maar heel vaak gebeurt dat niet. En daarom heeft SZF ook de reputatie van een wanbetaler. Maar ik denk dat het simpel te maken heeft met het feit dat ze onvoldoende middelen hebben om alle verplichtingen op tijd na te komen. Tot zover VHP-parlementariër Deo Sharman over de problemen in de zorgsector. Hij vindt dat het management binnen de sector veel beter moet functioneren.